Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze video. Iedereen hier in huis is momenteel ziek, zwak of misselijk, behalve Niels. Maar goed, hè, dat is heide. We gaan ziekensoep maken. En ziekensoep betekent kippensoep. En we nemen 2 kippenbouten. Deze had ik in de vriezer, heb ik even afgespoeld. En daarna heb ik er 3 tot 4 liter water op gedaan. Deze soep maakte mijn vader vroeger altijd als wij ziek waren. En dan waren we in een mum van tijd weer opgeknapt. Tenminste, dat hoopten we. En we aten deze dan ook heel de dag door altijd. Dan ga je hem even op het vuur zetten. En zet je hem even op hoog vuur totdat hij kookt. En de ingrediënten ga ik terloops van deze video even benoemen. Omdat ik geen tijd had om alles apart op te nemen. Dit is ongeveer zoals de soep na 1,5 uur aan het koken is. Hij kookt iets te hard, dat weet ik. Maar ik had niet veel tijd, want de kinderen sliepen. En ze konden elk moment wakker worden. Nou is het zo dat als je kip aan het koken bent, dan komt er een eiwitlaagje op. Dat is gewoon van het bloed van de kippenbout. En die wil je niet in soep hebben, dus die schep je er met een schuimspaan eventjes af. Let tussendoor niet op de rommel die je ziet. Het is niet vies in mijn huis, het is rommelig. En vooral als mijn kinderen ziek zijn, dan ben ik er voor de kinderen en niet voor de rommel in mijn huis. Dan heb je dat er dus afgeschept. En dan ziet na 2 uurtjes je soepje er zo uit. En wil je dat je kip ook gaar is, dus ga je eventjes controleren. Je haalt de kip er even uit, leg je op een bord. En dan ga je eventjes met een mesje kijken of dat het gaar is. Als je nou nog rol ziet bij het bot, leg alsjeblieft de kip even terug. Want je wil niet dat daarna nog eiwitvorming komt in je soep. Dus het moet echt gaar zijn. Het velletje van de kip heb je eigenlijk niet meer nodig. Dus die kun je er ondertussen al een beetje afscheppen. Wat ik hier dus ook doe. En dan kun je vaak gewoon eventjes iets beter kijken en controleren. Controleer op meerdere plekken je kip. Want de kip is niet even dik op alle plekken. Dus ja, je wil het gewoon goed gaar hebben. En de kip is hier ook gewoon gaar. Dus die andere kippenbout kan er ook uit. En ik zet het heel eventjes weg om het wat af te laten koelen. Dan ziet de kippensoep er zo uit. Er is natuurlijk water uitgekookt, dus er moet wat water bij. Ik heb er ongeveer 1 litertje water bij gedaan. Iedereen zijn eigen keuze. Je kan ook vanuit daar verder hoor. Dat is echt geen probleem. Ik heb 3 kippenbouillonblokjes en 1 groentebouillonblokje gebruikt. Want ik had niet meer kippenbouillonblokjes, maar dat is niet erg. Dus vandaar dat ik het zo heb gedaan. Ik ben de kip gaan ontleden, velletje eraf, die is voor de hond. Alle vetstukjes waren voor de hond. De botten niet, want die krijgt de hond niet, die kreeg de vuilnisbak. Want botten moet je niet aan de hond geven. En het vlees hield ik apart voor in de soep weer te doen. En ja, die doe je dan gewoon een beetje shredden of een beetje fijn snijden, wat je zelf het prettigst vindt. Dat is eigenlijk gewoon altijd maar koken. Hè. Je moet zelf altijd doen wat je zelf het fijnste vindt en het lekkerste vindt. En ik heb het zo ongeveer leren maken van mijn vader. Dus ik doe het ook een beetje zoals ik het ken natuurlijk. Dit is ook een recept waar je gewoon heel veel mee aan kan sleutelen. Je doet of iets meer of iets minder. Het is ieder zijn eigen keuze natuurlijk. Sowieso is koken je eigen fantasie. Want koken moet gewoon lekker zijn voor iedereen. En het is geheel je eigen smaak. Dus vandaar dat ik het op deze manier doe. En zoals je ziet breek ik dat ding gewoon in stukken. En ben ik heel erg hard aan het werk. Want ik wil weer klaar zijn voor de kinderen als die wakker zijn. En ik heb dan ook geen geduld. Want ja, als je zieke kinderen hebt, op een gegeven moment als er eentje begint te huilen. Ja, dan moet je als mama weer klaarstaan. Zo ziet de soep eruit als de bouillonblokjes gesmolten zijn, denk ik dat je dat zo noemt. In ieder geval, zo ziet de kippenbouillon eruit. Dan moet je eventjes proeven of die niet te zout is of dat je er nog meer bij moet doen. Ik weet dat ik er nog ketchup manis bij ga doen, dus ik weet dat die dan nog iets zouter kan worden. En ik vind hem hier gewoon goed van smaak. Ondertussen hebben toeschouwers, want Joef hoopt en denkt dat er altijd wat op de vloer valt. En dan gaat ze staan stofzuigen. Dan is het tijd om de ingrediënten toe te voegen. Kip natuurlijk, want ja, hè, wat is kipsoep zonder kip? En dan heb ik 2 preien gewassen en gesneden. Goed wassen, want je wil geen zand in je soep. 2 grote uien heb ik erbij gedaan. En gesneden natuurlijk. En dan heb ik een ruime theelepel sambal manis erbij gedaan. Even goed roeren zodat het eraf is. Een ruime kop rijst. Gewoon een koffiekopje. En dan heb ik een ruime scheut ketchup manis erbij gedaan. Dat maakt de soep ook nog iets zouter, hè? Dus goed mee opletten. Dan doe je het even roeren. De rijst die mag overgaar zijn. En dat is in dit geval helemaal niet erg. Want dat is juist lekker voor je buikje. Want rijstwater is altijd rustgevend voor je buikje. En natuurlijk heel even proeven of hij niet te zout is. Of dat er niet meer aan toegevoegd moet worden. Maar in dit geval vind ik hem lekker. En de smaak wordt natuurlijk nog uitgebreider. Ik heb hier alle vetstukjes voor Joef. Die gaan we ook even geven. Want ja, hè, het hondje zat al zo lang te wachten. En op mijn commando zal ze het ook pakken. Al is dat moeilijk voor haar. Dus als ik zeg ja, doe maar. Dan mag ze het beginnen. En hier heb je natuurlijk mijn ziekensoep. Vind je dit recept nou lekker? Laat het even weten. Ik hoop dat ik hem niet meer hoef te maken voorlopig. Want ik ben wel klaar met ziek zijn. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.